Hallo guys, welkom terug bij Ik Speel Games. En we gaan nog een keer mijn favoriete game spelen. Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Ik vind dit echt super geweldig. De vorige keer heb ik jullie dus getoond dat ik... Ik heb mijn eigen plaatsje dus getoond. Alles hier eigenlijk, al mijn peetjes van de zombies ook. Maar nu gaan we eens op multiplayer met andere mensen. Dat is dus echt het allerleukste. Maar als eerste moeten we nog iets doen voordat we hierin kunnen. Kijk, E, daarop drukken en dan staat er multiplayer, daarop drukken. Welkom met. Ik ben hier zo'n grote pro in, dus ik zal mixed mode doen. Dat is met alles, echt van alles. Oké, select. En wachten. Kijk, nu is de portaal open en nu kunnen we erin. We lijken meer op een basketbal. Zo, dat staat er steeds. Ha, ik zie mezelf rondvliegen. Even wachten. Maar nog een tip bij de stickershop dus. Dat heb ik al de vorige keer getoond. Hier kan je dus dingen bij tonen. Maar op multiplayer dus ook. Je kan dat kopen. Met je eigen centjes, hè. Oh, Snapdragon. Yeah. Dat betekent dus je beschermers. En je kan hier ook bij missies doen. Oké, staan hier mensen die het beste zijn hierin. Bij levens redden, bij het meeste raken, trickshots doen, zo ingezoomd. Echt wel cool dat ze zijn. Next ronde in 1 seconde. Oké, even wachten. Nu ga ik eens echt een echte gek spelen. Oké, ik ga nu eens de appelsien zijn, want dat is een van mijn favorieten eigenlijk. En die is ook het snelste, dus dat is wel best wel goed hoor. Ah nee, dus direct switchen van team. Oké. Ik kan niet switchen. Dan zal ik maar... Een nieuwe piraat! Ja! Welke dag is dit vandaag? Mijn geluksdag! Ik heb al... Wow, dit is het gewoon vol met graffiti en al. Dat is zo cool. Niemand heeft het, denk ik. Oh, ik ga die eens volgen. Wow, zo'n cool pak dat hij heeft. Oké, dat is de dokter. Hij kan me tenminste redden. Oh, Superman. Wow, ik kan tenminste blasteren. Ik kan tenminste de dingen afvuren. En jij dus niet. Wow, hij vuurt confetti af. Ja. Oh nee, ze hebben hem stilgehouden. Wow, dat was echt de grootste knal van mijn leven dus. Oké, nu zijn we in godsnaam. Ach, de zombies. Oké. De meeste mensen denken ze van, hierbij kan je alleen maar slaan. Maar het is niet het enige. Als je slim bent, dan kan je dit doen. Wat Superman echt kan. Voor wat zou het zien? Alleen maar zo... Alleen maar zijn power gebruiken. Niks kunnen afvuren vanuit de verte. Wow! Ik kwam zo voorbij. Ik heb echt zo'n chance dat ik er niet op gebotst ben. Wat wil jij tegen mij? Oh! Ja! Kom op! Kom op, jij mais! Ach! Ik wou net een meteoriet afvuren. Niet op de hutte. Ik ga direct er spawnen. En jullie weten al wat ik ga doen. Boom. Oké, ik ga gewoon direct aanvallen. Zombies hashtag no. Oké, direct iedereen zetten. Voor als iemand aanvalt. Dan heeft hij geen geluk. Oh nee. Oké, Jochie, ik leer je iets nieuws. Kijk, en leer. Wacht, hij weet het ook. Wat? Hoe kan ze... Wow, die lijkt best wel sterk zo. Echt sterk hoor. Oké, we gaan gewoon verwisseld nu zijn. We gaan gewoon verwisselen. Niet van team. Spawn het. Oh nee, is het de gnome van... ik kan hier ook niet uit. De gnome van de zombies of van de... van de planten. Oké, wie heeft het weggedaan? Oké, ik zal hem weer plaatsen. Ja, hij staat in deur. Oh, we zijn wel goed bezig. Ja, ik ga hier beschermen. Ja, ah,
zombiebot stond ervoor. Ik had net iets afgevuurd. Oké. Okay. Ja. Iemand die nog wilt vechten? Ik denk het niet hoor. Best slim hoor. Ja, headshot. Yes. Ha. Oh, dank u gast, dank u. Oh, IJsman tredden. IJsman tredden. Dank u hoor. En nu voemi. Ik ga je raken gast. Ik raak je nog steeds. Yeah. Ik ga me reviven. Wow, hier gaat hij wel snel reviven. Oh nee. Hij is toch gerespawned. Oh. Pas maar op. Ah, bijna. Appelsientjes toch, hè? Ah, nee, toch. Wow, die planten gaan winnen volgens mij. Ah, nee, zombies zijn toch aan het winnen. Nee, waarom heeft hij in godsnaam zo'n schild? Die is dus het allersterkste. Oké, okay, iemand die me wil respawnen. Niemand dus, hè? Hou je bek, zombie. En jij ook. Oké, okay. Gnome Armor Defended. Oh nee. De andere groep heeft het. De planten hebben het. Laat me teleporteren als je... Oh nee, het kan niet. Nu word ik echt woedend. Kom op, jong. Oh nee, binnenkort gaat hij ontploffen. Zometeen dus. Dus ik zal maar daar gaan aanvallen. Nee. Hij zat daar zo om levens te geven, zo'n bom. Wow. Wie heeft er gewonnen? De zombies of de planten? Ik ben echt benieuwd. En hoeveel heb ik verdiend? Ja! Zombies hebben gewonnen! 7.072 euro. Wow, dat is best wel veel. En ik zit niet bij de winnaars van deze match. Niet zo grappig. Oké, we gaan direct iets kopen. Oké, deze kunnen we wel pas kopen. Ik ben echt benieuwd. Oh, cool. Amazing. Hey, en nog één ding. Ik heb het allerduurste hiervan gekocht. 120.000. En dan had ik een nieuwe P-shooter gekregen. Waarom een P-shooter? Waarom in godsnaam? Ik heb bijna niks gekregen voor zoveel. Zo'n kleintje, die niet sterk is. Maar ik kan tenminste wel snel schieten en snel reloaden. Dat is best wel cool. En best wel goed. Niet van de zombie. Alsjeblieft, switchen. Oké. Yes! En nu? Kijk, deze heb ik dus gekregen. Maar nu zal ik eens mijn favoriet doen. Dit dus. Oh. Ik ben nog iets vergeten te doen. Maar dat zal ik zo meteen doen. Hij kan zo meteen een brilletje krijgen. Oké, kom maar op. Ja. Kan hij achteruit salto maken? Nee. Of. Ik vraag me af, waar zijn de plekken waar hij moet staan? Oké. Oh, wat was dat? Oké. Kom op, zombies! C nog. C moet ik pakken. En nu. Niemand die me gaat aanvallen. Ja. En nu is aan de kant. Dank je. Oh, level 5. Yes. Oh, ik ben aan het upgraden zonder doodgaan. Dank u. Kom op, shoot. Ja, hij is eraan. Wow, dat is de plek van de zombies. Dus ik zal er niet naartoe gaan. Oké, waar is de rest? Oh nee, ze nemen B over. B is Ginter. Denk je echt dat je zo slim bent? Zombies, denken jullie dat echt? Alsof jullie mij een plekje kunnen overnemen. Oké, ik ga hier zo cheaten een beetje. Niet cheaten gewoon, maar gewoon op één plekje staan. Waar ik zo kan kijken of zo. Of ik zal hier aan de zijkant staan, dat ze niet weten dat ik hier ben. Oh, nog steeds meer. Wow, wat was dat? Ah, nee, ik stond op een stoeltje. Ha! Oké, is hier een... Wow, wat is dat hier? Wat is dat hier in godsnaam?
Oké, planten zijn gewoon zo aan het winnen van hun er. Dit doen we echt gewoon met gemak, hè. Gewoon zo met gemak. Dat is zo makkelijk. Ik ben de enige die dit bewaakt. Ik zal dit... Subnation. We zijn aan het winnen, betekent dat. Oh nee, ik zie hier iemand. Ik zie hier... Die heb ik ook, hoor. Bram. Aangeraakt. Hier begint de oorlog, hoor. Oké, we zijn aan het winnen. Ha, dank u voor mijn leven te geven. Oké. Iedereen bewaakt één plek, hoor. Wow, ik krijg steeds 20 en 20 munten meer en meer. Oké, kanonnen staan klaar om te schieten. Alles staat klaar. Alles. Oh, staan hier nog potten om in te planten? Want die potten kan je gebruiken om je op één plantjes daarin te zetten. En dat is best wel goed. Oh nee, ze gaan A overnemen. Ah, die kleintje is zo fast. Gewoon, ik ga hem er helpen. Want, shoohoo. That's a wing trait. Oh, bijna. Ja. En nu, bommetjes. Wow, hij wil me raken. Ha, ik zie het. Wacht, gaan ze eentje overnemen of zo? Nee, toch niet. Dank je om dit te beschermen. Dank je. Oké, potje, geef me levens. Toch niet. Oké, ik sta hier in de zone van onder. Ik ga nu eens A beschermen. Ga dood, graffiti master. Wow, ja. Nu is er eentje weer bij. Nu kan ik salto jump maken. Terwijl ik zo zitten schieten. Oké. Hoe meer ik hier aan sta, hoe meer muntjes ik krijg, hè. Kijk, ik ga er even eruit. En nu ga ik die plek overnemen. Nu. Ja, en... Ja, we zijn aan het overnemen. Oh nee, ze zijn aan het overnemen. Ze zijn aan het overnemen. Ja, ze hebben het overgenomen. Hier is de dead machine gun. Dat was best wel moeilijk. Oké. Sorry dat ik ben weggegaan, maar S level up. Oké. De regenboog is hier. Wow. Ha, ijsblok. Oh nee, ze gaan B overnemen. Gaan we naar B? Kom op. Ach, oké, laten we naar B gaan. C. Ze zijn aan het overnemen. Waar is C? Oh, daar is hij. Nu ga ik een schoen aanvallen. Gewoon zo'n patatje in de lucht gooien. Waar is hij? Ja, daar is hij. Nu ga ik aanvallen. En ik kan niks zien door de mist. Waar is hij? Oh nee, ze hebben een grap gemaakt. Ze waren B aan het overnemen. Bijna. Kom op, C. Ja, dank u. Ach. Ik haat die kleintjes dus echt, hè. Van waar heeft hij in godsnaam een baard? Oké, nu zal ik eens zijn skin kiezen. Dat is echt nieuw hier. Dit. Een bril. Oké, was hij nieuw? Nee, daar heb ik dus echt geen zin in. Oké, back. En dit hier. Ja! Yeah. Ah, nee, toch niet. Oké, nu ga ik eens terug. Ik ben level up. Ik heb mezelf level-upped. En nu ga ik eens een zonnebloemetje gebruiken. Dan kan ik steeds andere mensen redden. Dat is echt leuk. En ik heb tenminste... Ach, lampen hier zo. Zo van die kop. Zo van die koplampjes hier zo. Dat ik zo ook in de nacht kan schijnen. Ja, ik wist het. Wij hebben gewoon... Hoezo? Ik had toch meer? Ik had 20.000. Of was dat gewoon 2000? Oké. Oh, 10.414. Oké, we kunnen iets kopen. Naar boven de 7.000. Nee, kunnen dus niet. Ik zal deze niet kopen. Ja, ik zal deze kopen van 35.000. Cool stats. Zit ik daartussen? Brewmaster. Nee, ik zit er dus niet tussen. Maar ik sta 17e plaats. Hier. 17.
niet goed, maar... Maar wel een van de beste die ik nu kan spelen, nu aan het spelen is. Oké, nu ga ik eens de zombie zijn. De zombie is ook best wel leuk. Niet op deze plek hoor, want op deze plek zijn de planten ook goed aan. De zombies misschien een beetje beter. Oké, ik zal eens beginnen met deze. Deze dus. Oké, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Aanvallen! Crazy orbs. Oké. Wat betekent dat in godsnaam? Ah, we moeten als een gek spelen. Oké, ik ben nu al een gek. Oké, laden, zie je dat? Oh nee. Zo'n sterk wapen dat hij heeft. Wow. Oh nee, ik ga gewoon mijn character kiezen. En nu gaan we echt hard als een bloemetje. Ik zei toch, ik heb lampjes aan mijn armpjes. Oké, nu ga ik eens de ultrastraal gebruiken. Oh nee. Ja, nee, die is echt super cool. Ik heb die piraat, ik weet dat, maar... Ze zijn hier ook een beetje goed in. Oké, nu zal ik eens ook bescherming gebruiken. De patatjes. Oké, hier zal ik eens mezelf verstoppen. Oké, hier zo. En nu ga ik mijn... Wacht aan. Oké, en hier eentje. En... Mag ik beginnen? Oké, hij weet niet dat ik er ben. Hè. En nu zal ik eens mijn helikoptertje afvuren. Oké, deze kan echt zo lang vliegen. Dat ik hier alles mee kan doen. Oké, waar is hij? Boom, boom. Boom, 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 boom. Geraakt. Waarom raak ik je niet? Oké, daar staat er een. Daar staat er een. Kom op, S-level up. Oh, daar zijn er nog meer. Yeah. Ja, kom op. Oh nee, ze weten dat ik hier ben. Ik zit hier zo goed in de lucht. Ja, dat was headshot. Oh, hoe ging hij zo snel? Oh, ik ben gebotst. En nu... Boomie. En... Boom. Oké, nu ga ik eens M volgen. Hinter. Is hij eraan? Ja, hij is eraan. Goed zo. Oké, dit is dus de bewaker hiervan. Oké, en nu... Mijn laatste shots. Ah, nee. Hij heeft me geraakt. Hoe kon hij dat weten? Hoezo in godsnaam? Oké, nu is dit ervoor plaatsen. En nu... Afvuren! Kom op. Moet hij echt zo traag gaan. Kom op! Ja. Ach, hij sprong erover. Zo goed dat hij is met zijn ijsbubbeltjes. Dat ga ik misschien wel hebben, maar nu niet. Nu ga ik de tweede favoriete van mij... Wow, een wervelwind. Mag ik hier wel tussen komen? Het is een wervelwind! Rennen! Hierbij kan je gewoon helemaal niks zien. Aha! Achter je, kleintje. En nu... Zo eentje. Ja. Is eraan. Master of the blaster. Oké, waar is de piraat? Oké, piraatje. Of jij daar. Kom maar op. Oké, we gaan hun eraan vallen. Dat is wel het beste. Oké, en nu gebruik je blasters. Appelsientjes. Aha. Dubbel ultra straal. Dubbel ultra straal hoor. Oké,
Nee, dat meende niet, hè. Oké, nu ga ik eens de snelle reloader peashooter gebruiken. Oké, hij is niet zo snel, maar wel sneller dan het andere. Oké, ik ga mijn speedy maken. Woe! Ik kan echt hoger springen dan iemand anders, hè. Het hoogste ooit. Oké, maar als ik dan eens dit doe. Nee, niet gewerkt. Oh, het is mijn bolletjes vangen. Oh, er kwam geld uit zijn hoofd. Dat is best wel cool. Oké, deze heb ik niet zo vaak gebruikt, omdat hij, zeg maar, level 1 is. Dus waarom zou ik hem zelfs gebruiken? Oké, level 1, bijna level 2. Zal ik maar eens doen. Oké, daar zijn ze. En nu, ik wou net jumpen. Het is net mislukt. Maar ik zal erover smijten. En nu, boom, 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 boom. Ja, my point. Ik kwam net reviven, maar dat lukte mij net niet. Nee, ik wou net een minigun gebruiken. Aha, hij is in een geit veranderd. Oh, zal ik maar de geitveranderaar kiezen. Deze dus. Oké, en laten we nu maar eens geiten temmen, oké? Oké, waar zijn ze? Nu, turbo. Vroom. Oké, jongens. Volgens mij is dat wel goed voor vandaag. Want ik heb nog maar 3 gedaan. En ik ben nog maar een beginner. Ik zit aan level 5. Als ik nu de volgende keer speel. De volgende keer dus. Ga ik 10 keer beter zijn. Ik zal nog meer peetjes hebben. Ik ga er meer kopen voor jullie. Maar zeker en vast ons abonneren. Deze video liken. En dan ook nog naar meer en meer awesome video's kijken van Ik Speel Games. Bye bye. Tot de volgende keer bij Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Dag!